Onverwachts, in de eerste plaats. Ik had niet gedacht dat ik dat zou winnen. Ik heb wel vol overgave een dossier geschreven en ingediend. Maar ik had eigenlijk helemaal niet verwacht dat ik dat nu zou winnen. Dus dat is fantastisch. Dat is fantastisch nieuws, want dat is een kans die dat ik waarschijnlijk nooit meer zal krijgen. Om samen te werken met iemand die dat ik zo bewonder en met mijn trio. Stijn, Nathan en ik, we spelen nu al een paar jaar samen. Bas, piano, drums, het klassieke pianotrio. Maar we, ja, hoe is dat tot stand gekomen? Eigenlijk zijn we begonnen met een concertreis naar Chili. Dus speciaal, maar daar is het eigenlijk begonnen en we zijn blijven spelen. Enkel eigen composities geschreven en samen blijven werken en uiteindelijk een eerste cd opgenomen die een paar maanden geleden is uitgekomen. Ik heb een voorstel gedaan om een trio uit te breiden tot een kwartet. Door de Noorse zangeres Sidsel Endresen, ik denk dat ik het juist uitspreek. Sidsel Endresen, oké. Zoiets om die erbij te halen en er eigenlijk een kwartet van te maken. Ze heeft een unieke stem, ze zingt meer fonetisch, veel impro, ze zingt eigenlijk geen teksten meer. Dus het is heel veel avontuur en het zou dus niet de zangeres met het trio zijn, het zou gewoon een kwartet, één sound. Heel veel op klank en ja, dat zou het zijn. Het akoestische met het elektronische, wat dat al ook in die eerste cd zat, nog veel meer verweven, blijven onderzoeken. En, ik zou heel graag, kerkharmoniums, daar smijten ze mee naar je kop eigenlijk. In België op het moment, omdat dat is vergane glorie. Vroeger gebruikten ze dat inderdaad in de kerken. En dat is een beetje in vergetelheid geraakt, maar dat heeft zo'n wondermooi geluid. Zeker in die Scandinavische muziek dan weer, daar gebruiken ze al veel meer terug. Dat zit ook in hun traditie, maar dat zit ook in onze traditie, maar dat wordt een beetje vergeten en ik zou graag mijn harmonium dus terug heel volledig operationeel maken en daar dus ook gebruik van maken. Niet alleen de piano of de piano met effecten, maar ook echt de puur akoestisch van die harmonium. Dat is zo mooi. Ja, in de eerste plaats telefoneren en mailen en een beetje aftasten wat dat iedereen wilt of zoeken naar een common ground en dan beginnen van niks en werken aan een nieuw repertoire. We vertrekken van niks, maar het gaat anders zijn dan hoe ik het anders doe en dat is dus perfect, zo wil ik het juist. Ik denk dat ik er gewoon heel veel aan kan leren. Ik weet nog niet juist wat, maar dat is heel, heel leuk, heel spannend. De prijs van Gein Jazz en van Duvel Moortgat, Simon Korteweg, Melan Liederbouw en de winnaar Wout Gooris. Proficiat.